Het Schweizerplein, daar is al veel over gezegd. Of je het nu mooi of lelijk vindt, hangt van je persoonlijke smaak af. En de gustibus et coloribus non est disputandum. Over geuren en kleuren valt niet te twisten. Maar sommige zaken kunnen wel unaniem gesteld worden. Het plein is meer immobiel dan mobiel. Het plein is gevaarlijk voor elke weggebruiker. Auto's, fietsers en zelfs de tram die moet zigzaggen. De voetganger die met alle lijnen en vierkantjes niet weet waar hij zich in feite bevindt. Het plein is onafgewerkt. Grote stukken grond liggen er verwaarloosd bij. Kortom, het plein is gevaarlijk. Leidt tot immobiliteit, meer uitlaatgassen, meer fijne stofdeeltjes. Het Schweizerplein heeft geen ziel. Dit moet in de toekomst veranderen. Een parking met voldoende parkeergelegenheden, met gratis kort parkeren voor de handelaars, moet de mogelijkheid bieden om parking op de openbare weg te herbestemmen voor degelijke fietspaden. Op korte termijn kunnen een aantal kleine ingrepen de situatie al aanzienlijk verbeteren. Een verbod om naar links te draaien naar de Jos Schoffuinlaan, komende van de Gentse Steenweg richting Molenbeek. Aanpassing van de rode lichten in functie van de drukte. Het kan toch niet zijn dat de lichten op dezelfde manier functioneren op een zaterdagochtend als op een maandagochtend. Hierover kunnen statistieken gratis geraadpleegd worden, bijvoorbeeld op Google Maps. Gebruik de data om de situatie te verbeteren. Een afgewerkt plein moet ervoor zorgen dat er een ziel komt. Het plein moet een plaats zijn waar de mensen graag samenkomen. Niet enkel een transitzone waar men springt van de ene tram naar de andere, waar men met de wagen snel doorrijdt naar de ring toe. Als gevolg van een aangenamer plein zullen meer mensen van het plein genieten. Dit kan leiden tot meer handelaars die zich komen vestigen, gevulde terrasjes, animatie. Dat is wat ik wil voor Berchem. Dynamisch en positief.